Wat zet er in het doosje? Wat geeft Duncan ons nu weer op? Hij stuurt. Gadverdamme, macarons. Gadverdamme. Nog een foto van Tja. Jeffrey, jong. Goeiedag. Ah, helemaal. Jordi, wist je? Yes, goed. Wat hebben we dan? Zo. Iced coffee. Ice baby. Zijn nieuwe donuts. En de Dunkin' Donut, blijkbaar. En wat moet een mens doen? Proeven! Ja, want dat moet geproefd worden. Kijk, wat het is, dat weet ik niet. Maar... Weet je, een donut? Was dat iets met banaan? Ik weet niet wat dat is. Zo. Banaan, speculoos, daar zijn ze lekker wel zot van. Niet van speculoos, Dunkin. Junt erin, de brood, zie. En iets met macaron. Dat is lekker. Zo, kijk. Sorry. Macaron. Sandwich, dat is goed, hè? Is dat lekker, ja? Dat gaan mijn aardbeien zijn. Daar hadden we nu echt een keer aan voor te proberen deze. Als het lekker warm weer is. Verfrissing ten volle. Maar dat is ook lekker, hè? Slagroommelk. Een beetje lepeltje. Witte daar vulling in? Smaak. Hetzelfde. Zelfs onder de VVC's. Ah, nee, er zit geen vulling in. Het is gewoon een ronde donut. De nieuwe. Zonder vulling. Lekker of niet? Ja. En ik kan nog een andere, hè. Die ook nieuw is. Watermeloen schijnt, is ook nieuw. Maar de vulling is de macaron. Ja. Natuurlijk gaat dat ook. Ben je daar lekker, joh? Nee, sorry. De zon die opschijnt. Ja, het is middag, hè? Ja. Allee. Ik heb gisteren gezond gedaan, ga ik nu een keer ongezond doen. Dan ik testen. Die macaron is wel vrij lekker, hè. Geen wat watermeloen. Dat vulling. Ook een aanrader. Dat is wel een lekkere donut, hè. Mensen, smakelijk. Met karamelblokken. Het is blink, denk ik ook. En heeft de mens dat goed gemaakt? Dat is de max. Oh, vent, dat is goed zo. Oh, vent. Ja, man. We zeggen altijd maar geen donuts niet meer eten. Nee. Dat is een nieuwe, moet men dat toch een keer proeven. Heel lekker. De mens heeft dat ook goed gemaakt. Hoho. Ice baby. Nou, dat is een smaakgenoot. Lust je dat? Dat je dat niet lust? Ik weet het niet. Dan moet je bij hem vragen. Next. Hoi. Zijn we bezig aan het doen? Ja, maar we zijn nu alle twee hetzelfde. Misschien vinden we dat alle twee wel heel lekker. Goed. Speculoos. Dat is echt wel van doen.
wet stick. Zo. Een andere kant, ik heb proberen. Nee? En wat zegt dat? Hoeveel op 10? Nou, het smaakt naar limoen. Nou, je hebt dat verteld. Zit er een trek naar meloen. Zit er inderdaad ook wat, hè? Weet je dat hekken is? In een limoen croissant smaakt er meer suiker achter. Maar hier lijkt toch een beetje meer de limoensmaak erin. Ja. Ook wel nog veel suiker, maar het is lijkt iets minder. Dat vind ik wel leuk. Maar de vraag is, wat zit er in limoen? Is het in de glazuur of is het in... En de crème. Maar ik ga wel goed door een beetje, man. Nee, ja. De limoen zit in de glazuur. Ah, oh, ik heb best. Ja, want in de crème is die een bosstappudding. Denk, was dat niet? Ja, je toch? Ja. Dat is toch de zesde crème met die Plopsa donut. Of is dat cheesecake die erin zit? Het is ik denk sinaas of zo, weet ik dat er limoen is, weet ik, dat is meer. Nee, het is zuur. Sinaas is zoet. Ja, citroen. Wat kan? Citroen, limoen, dat is eigenlijk hetzelfde. Hè. Citroen is een rijpe limoen. Hè. Ja. Sinaas is nieuw, hè. Het is zuur. Het ja, maar welke pudding is dat? Is dat cheesecake? Wendy? Ja, toch? Ja, 100% zeker. Dus ik kan nu een keer 100% zeker. Ja. Dat is lekker. Dat is cheesecake. Hm? Je moet er wel mee opladen. Wat? Omdat cheesecake niet goed op temperatuur staat en te lang kan heel zuur worden. Dat is eigenlijk kaas, hè? Ja, ja, Joost, Joost. Dat is wauw, hè? Wauw. Lekkere donut. Mm-hmm. Maar die Plopsa donut is bosstappudding, hè? Ja. Dat is iets anders, hè? Dat eet ik niet zo graag. Wel een zware donut, hè? Dat is goed gevuld. Ja, ik ook. Met mijn rust. Nou, lekker. Mm-hmm. Heb je de gegeten even vandaag? Absoluut. Hm? Weer 10 kilo bijgekomen. Kijk, het is gezond geweest vandaag. Dat moet kiezen tussen de limoen of deze. Ik heb voor deze. De watermeloen. Nou, de watermeloen vind ik niet zo. Maar kan er geen meer smaak zijn, de watermeloen? Mm. Ik ga meer van deze. Ja, klopt. Beetje pasvoet bij de zomer. Heeft de zomers gevoel. En dan die drankjes, ja. Fantastisch eigenlijk. Hè. Mm. Ja, die ene met die macaron was ook wel lekker, maar ik miste een beetje vulling in de donut. Ik ga haar een donut met vulling. Ja. Mm. Ja, die drankjes zijn lekker, hè? Ongelooflijk. Mm. Heerlijk. Lekker. Ja, ze kunt wel goed maken, hè? Ja. Lekker verfrissend met zo'n warme dagen. Ook wel. Ja.
Als ik echt heel warme dag heb, zoals vandaag, is dat heerlijk. Mm-hmm. Klopt. Ja, ze kunnen het heel goed maken. Ze zijn content. Goed. En iets nieuws gevonden. Eerst koffie van de Dunkin Donut. Vind ik lekker. Is dat anders maken dan ook? Of niet? Ja. Hm? Maar dat is de mokka versie. Ah, ben je nog vroeger uit dan? Ja, maar dat is niet erg. In een milkshake of zo, of wat dat noemt, dat is niet zo denderend. Dat is met yoghurt gemaakt. Ik denk niet zo lekker. Maar... Je wacht nu dat dat is, als je maakt. Mm. Dat is lekker, he, dat, hè? Mm. Vind ik het ook heel lekker. Mm. Positieve energie. Ja, maar dat is lekker, hè? Goed, mensen, en dan zo weet je wat je moet nemen bij de Dunkin voor het moment. En heb je een leuke update, want ik kreeg soms een reactie van... Hey, ga je altijd Dunkin gaan eten als je in Plopsaland bent? Ja, kijk, het is weer vandaag. Het is gebeurd. Je kunt niet tegen doen. Blijkbaar niet, mensen. Zot, hé. Allee, tot de volgende. En leuk dat je erbij was. Dag. Jojo.